Broskies, het nieuwe seizoen gaat beginnen voor Kimi Häkkinen. De grote vraag is, waar gaat Kimi Häkkinen spelen dit seizoen? Nou, de coach is heel duidelijk. Borussia Dortmund begint dit seizoen met het vriendschappelijk toernooitje. En als Kimi Häkkinen daarin goed presteert, mag hij blijven. Maar als hij daarin slecht presteert, wordt hij uitgeleend. Häkkinen heeft al een paar aanbiedingen op zak, maar geen van die aanbiedingen waren aantrekkelijk genoeg voor Häkkinen. En om heel eerlijk te zijn, Häkkinen aast op een plekje bij Borussia Dortmund. Maar dat betekent hard werken, hard trainen en de focus moet echt op 100% zijn, jongens. 100% en niets minder. En zijn concurrentie ligt er niet om. Reina, Bynoe Gittens, Adeyemi, Donjomale, Guerrero. De concurrentie is moordend voor Häkkinen. Maar Häkkinen is vastberaden. Hij weet de reden waarom hij is aangetrokken door Borussia Dortmund. Hij weet wat hem te doen staat. Maar hij weet ook, dit seizoen is het alles of niets. Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 23 Play Career. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Een belletje aan. Luister, de bedoeling is dat Häkkinen dit seizoen weer wordt uitgeleend. Maar Häkkinen gaat alleen naar een club waar hij zich goed bij voelt. We hebben al een paar aanbiedingen gehad. Häkkinen pak speler van de maand award voor mij. Ja, oké, we hebben al een paar aanbiedingen gehad, maar die waren dus gewoon niet goed. Als er geen team aanklopt voor Häkkinen, blijft hij bij Dortmund. En dat betekent dat wij de eerste wedstrijd gaan spelen. Het vriendschappelijk toernooitje gaat beginnen. We gaan het opnemen tegen Sevilla. Even kijken. Linker middenvelder, ja oké, Adeyemi, Reus, Özcan, Brand, Dahoud, Ryerson, Schlotterbeck, Endika, Traoré, Kobo. Dit is wel een elftalletje, hij krijgt maar 7 minuten. 7 minuten is niet heel veel jongens, maar goed. Oh, we moeten Donjomale vervangen. Trouwens, Donjomale is aan het vlammen in de Bundesliga. En volgens mij was hij speler van de maand of zo, hè? Volgens mij wel. Met deze camerastand kunnen we niks zien, hè? Hier is... dit is wel mooi om te zien, hoor. Dit is wel mooi om te zien. Özcan. Wat? Ik hoor een fluitje. Wat? Wat is er gebeurd dan? Oh, nee. Die speler gaat er vroeg weg. Staat hij... De steekpas zag er gevaarlijk uit. Staat hij echt bij het spel? Ja, dat is wel bij het spel. Dit... Serieus? Häkkinen krijgt niet heel veel minuten. Dus daar wordt het sowieso lastig. We gaan wel proberen mee te verdedigen, want... Anders ontsnapt hij en dat is ook niet de bedoeling. En is dat een doelpunt? Oh my god! Borussia Dortmund op achterstand. Dat meen je niet. Dat zag er heel raar uit. Dat was echt, dat was gewoon te gemakkelijk. 1-0 achter. Reus. Hier is Häkkinen. Hey, Häkkinen! Dat meen je niet! Häkkinen scoort in zijn eerste wedstrijd voor Dortmund. Ik denk... Als jij zo blijft spelen, Häkkinen... We moeten trouwens doelstellingen gaan opstellen, hè? Voor de upgrades. Weer maximaal plus 5 algemeen. Dat betekent aan het einde van het seizoen een 79 algemeen. Ik denk bij de eerste 3 doelpunten betrokken. En dan bij de eerste 4. En dan 5, en dan 6, en dan 7, en 8. Ik denk dat we misschien dat moeten doen. Om het een klein beetje moeilijker te maken, weet je? Maar Häkkinen heeft gescoord in zijn debuutwedstrijd voor Borussia Dortmund. Wat? Häkkinen heeft gescoord in zijn debuut. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Maar dit ziet er te gemakkelijk. Wacht even, wat is er aan de hand? Bij het spel. Ik wou net zeggen. Borussia Dortmund is niet echt heel goed aan de bal. Sevilla is wel een goede ploeg natuurlijk. Spaanse ploegen zijn OOP. Maar dit is wel echt bizar. Ze hebben zelf nog de corner. Kunnen we nog 1 aanval? Jongen. Helemaal vergeten. Häkkinen is natuurlijk een kopper, hè? Hij is een kopper. Oh my god! Man, dit meen je niet, man. Dit meen je gewoon. Dat is echt bizar. Ja, keeper is mee. Kobel is mee. Gewoon zelf proberen. Ja, het maakt toch niet uit. Het maakt allemaal niet uit. Dit is trouwens ook het vriendschappelijk toernooitje. Maar alleen dat doelpunt, dat tweede doelpunt van zich. Navi! Oh my god!
Naar wie paaste hij? En dan gewoon in het penaltygebied, hè? Hakkinen deed alles goed. Alles goed! Het debuut van Hakkinen verpest door teamgenoten. Ja, het debuut van Hakkinen is gewoon verpest. Maar wel een plus 15. En hij heeft de beker. Heeft hij de beker? Hoezo dat? Wel een plus 15, dat is wel netjes. Dat betekent dat hij mag trainen. Dat betekent trouwens dat hij zijn bonus terugkrijgt. Bro, helemaal vergeten. Hé, hey, hij is een 76. Hoezo is hij gestegen zijn algemeen? Dat heb ik niet gedaan. Hoezo is zijn algemeen gestegen dan? Het was net nog 74. Bro. Hij mag maar met één algemeen omhoog. Hoezo is dit gebeurd dan? Oh, stond al. Wacht even hoor. Deze gaan we toevoegen. We hebben deze al en dan is die andere... Deze. Maar zijn algemeen is nu al omhoog. Hij mag maximaal naar de 75. Dus we gaan dingen moeten aanpassen. Deze gaat weg. Even kijken. Deze gaat weg. Ja, hij moet naar de 75. Ja, sorry, maar dat is hoe we het doen. We gaan naar de volgende wedstrijd. En hij mag trainen. Even kijken, hoeveel minuten gaat hij krijgen? Wow, hij mag helemaal niet trouwens naar de 75. Hij is pas betrokken. Nee, wacht even. Bijna foutje gemaakt. Wacht even. We moeten gaan inleveren. Dat is wel jammer. Maar ja. Hij was een 74. En hij is zomaar geupgraded door het spel zelf. Ik snap daar helemaal niks van. Allemaal even weghalen. Nog steeds 75. Ja. Weghalen. 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 Dramatisch dit, jongens. Nog steeds 75. Goed dan. Nu moet het toch wel een 74 zijn. Hoezo nog steeds 75? Deze weg. 74. Nou. Jongen. Ik weet niet waarom FIFA mijn speler heeft geupgraded. We waren een 74 voor de wedstrijd. Ah, het is wat het is. Even kijken. We krijgen 30 minuten. 30 minuten! 30 minuten tegen Atletiek Club, jongens. Hij heeft gescoord in zijn debuutwedstrijd voor Borussia Dortmund. Als vervanger van Donny Malen. We hebben de corner. Borussia Dortmund heeft de corner. En even kijken. Kan ik de bal krijgen? Jazeker. In het midden ja. Van de 16. Nee, nee, nee. Julian Brandt. En daar is het doelpunt. Wat? We krijgen de bal. We leveren in. Ja, hoe? Waarom paas je zo snel terug? Ja, ik heb een naar gevoel. Even kijken. Bilbao met de kans. El Shaarawy hebben ze. De AC Milan legende. Ze hebben Iron Man natuurlijk. Williams, Inaki Williams. Yuri. En daar is het schot. En daar is de redding van Kobo. Geblokt. En weer. Direct druk zetten. Dat werkt hier. Goed verleden. Deze tackle loopt goed af. We gaan de diepte in. We hebben nog 20 minuten te gaan. Mahmoud Dahoud. Een leeg balletje diep. En we krijgen hem net niet. En het schot, en het schot. Nee. Even dat gevaar eruit halen. Het schot! Van Hakkinen! Oh my! Wat speelt hij goed? Voorzetje is niet verkeerd. Waar is Haller? Ik vind Hakkinen heel goed spelen. Julian Brandt. Dat is hem. Oh, wat een kans. Oh, die keeper kwam net iets te vroeg. Terug op zijn voeten. Hakkinen speelt heel goed. Yuri aan de bal. Williams. Inaki Williams. Goed, oké. Haller, daar is Haller. Daar is de assist van kom op man. Hakkinen gaat nergens heen. We gaan, nee, dat kunnen we hem niet aandoen man. 1 doelpunt, 1 assist in het voortoernooi. Oké, wel vriendschappelijk. Maar kijk naar de tegenstanders. Hakkinen is ontketend. My guys. Wat? Hakkinen is gewoon de belangrijkste speler voor Dortmund. Besef dit, luister. Hij is pas een 74 algemeen.
Hij is pas, we kunnen even kijken, nog één doelpunt betrokken en dan kunnen we hem upgraden naar de 75. Maar, hij is pas een 74. Jongen. Dus normaal gesproken met player creëren waren we dus nu al een 86, hè. Dit is veel leuker, man. Dit is gewoon veel leuker. Dit houdt het interessant, bro. Amerikaan. Tegeven. Julian Brandt. Sebastien Haller. LOL! Nee. En weg. Zo, wat een pas. En we werden tegengehouden door het broertje van Inaki Williams, volgens mij. We winnen de wedstrijd met 1-0 door de assist van Hakina. Dit is bizar, jongens. Wat een start van Hakina bij Borussia Dortmund. Dat is de titel. En weer een plus 15. Dit hebben we niet vaak gezien bij Serai. Het debuut van Hakina is op dit moment gewoon echt bizar goed. Hij hoeft nog maar één doelpunt te maken of één assist. En we kunnen hem upgraden naar een 75, my guys. We hebben, ik denk eerlijk gezegd, afwijzen dat we het niet gaan doen. Dat is volgens mij de club van Messi, toch? Maar gaan we niet doen. Luister, we gaan de laatste vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen... Adeyemi! Oh my god! Adeyemi, dit meen je niet, man! Ze hebben Adeyemi gewoon... Wacht even, ik mag trainen volgens mij, toch? Ze hebben Adeyemi gewoon... Oh, ik heb al getraind. Ze hebben Adeyemi... Bro... Meen je niet. 0-0. In de spits. Adeyemi! Meen je niet, Borussia? Nou, ik ben benieuwd, tof. Deze we gaan dit keer Haller vervangen. Vorige keer Malen, de ex-PSV'er. Nu Haller, de ex-Ajaxiet / ex-FC Utrecht. Piller. Dahoud. Ja, draai om. Everkan! Dit is geen afmaker. Waarom speel ik... Oké, ik wil net zeggen, ik ben een spits trouwens, hè. Voor deze wedstrijd. En we hebben geluk. We hebben geluk, want hij was de bal kwijt. Hebben wij de bal? Ja, wat net zeggen. Pas. De pas! Mag niet! Dit mag niet! Wel een mooie pas, zeker. Mag ik hem niet nemen? Nee. Want we hebben nog... Ja, oké. Kom goed. Paqueta. Bowen. Susek. Susek. We hebben Sint Maxima gekocht. Ha! Hij is getalenteerd. Dan ben ik niet meer. Dan ben ik weer blij, want hij is. Oké. Kan het een hele grote man. Hij doet het! We mogen hem opbreiden! Hakina! Elke wedstrijd betrokken bij het doelpunt! Dit is nog nooit voorgekomen! Hakina! Schrijf geschiedenis, jongens. Als rookie. Hij is niet echt meer een rookie, maar hij is wel een nieuwkomer. Tenminste in de basis. Zijn eerste wedstrijden. Zijn eerste drie wedstrijden. Bij Borussia Dortmund. En meteen 1 doelpunt, 2 assist. En zoals ik al zei, dat is zijn ding, hè. Pases geven. En hij doet het meteen. Ja. Wat zei ik? Hij moet zich bewijzen aan de coach van Borussia Dortmund. En of het gaat lukken. Nou. En of het gaat lukken. 3 wedstrijden gespeeld. 3 keer betrokken bij een doelpunt. Dit is een droomdebuut, jongens, voor Hakina. Ik wil de hele tijd spelen als linksbuiten, maar we zijn natuurlijk even spits. Oh nee. Ja, de gelijkmaker. Het heeft niet lang geduurd. Ja, oké, dat moeten we gewoon eventjes laten voor wat het is. Want zoals ik al zei, de vorige wedstrijd. We zijn niet echt heel goed, hè. Tenminste, dat valt me wel op. Jullie passen te veel. Amerikaan. Daar. Oh, waarom zo'n zwak schotje? Hé, hey, maar doe even normaal, man. Met z'n Maxi. Lol. Geef me de bal. Ja. Bro. Direct druk zetten. Dat werkt hier. Jongens. Wat zijn we aan het doen? Ja, hoor. Waarom schiet je niet? Hé, Sint Maximin. Ik gaf je net een compliment. Waarom schiet je? Bro. Hoi! Wat een kans! Er wordt een speler gewisseld. Oh, dat is echt super slecht. Hij is geen afmaker.
Dat moeten we dus niet meer doen. Borussia met een veelbelovende aanval. Nee, Saint-Maximin speelt slecht. Oh, die schoten van hem ook al op doel. Zo zwakjes. Cornet. Johnson. Dit is de kans. Dit is de kans. Daar gaat hij dan. Dat is de paas. Julian Brandt. Ja hoor. Saint-Maximin, doe het dan. Oh, kom op. Ik zeg het net nog. Maximin, je bent echt wel de flapdroog van de wedstrijd. Emotional damage. Dat is de paas. Schieten. Hij doet... We winnen. Hij scoort. Je bent geen flapdroom meer. De winnende voor Saint-Maximin. Dit verzin je niet, man. Wat een einde. Hier krijg ik de bal. Ik geef hem op. Ik weet niet eens wie dat is. Ja, maar de keeper ziet er daar wel heel slecht uit, jongens. Dat is wel echt een fout van de keeper. Scheids, sluit maar af, want als het goed is... Precies, we hebben de wedstrijd gewonnen met 2-1. En we mogen eindelijk, nu al trouwens, niet eindelijk, nu al, Hakkinen upgraden naar een 75 algemeen. En dit betekent, wauw, plus 25 en we mogen hem gewoon upgraden, jongens. Plus 5, 3 wedstrijden op rij een plusje. Wat? 3 wedstrijden op rij een plusje. Bizar, jongens. Bizar. We gaan als eerste trainen en dan gaan we hem upgraden naar een 75. Niveau 20 ondertussen, skill points erbij, bonusslot. Oh, laatste bonusslot ontgrendeld. Laatste bonus, en die gaan we accepteren, jongens. En die gaan we meteen activeren. We gaan dat eerst doen. Ah, deze wordt gruwelijk, of niet? Of niet? Nee, deze zouden we pas doen. Wacht even, deze zouden we deze 80 algemeen 2 bonussen. Ja, ik ga deze weghalen. Ik moet het... Ja, man. Oké, luister. Sorry. Ik had hem gebruikt. Eerste wat we gaan doen. We gaan een paar dingen terugzetten. Balbeheersing. Positieaanval. Nee. Wacht voor dribbelen. Juist. Wat is dit? Nee. Skill moves. Oeh, die wil ik eigenlijk wel doen. Dribbelen. Je staat nu op een 80. Balbeheersing moet omhoog. Waar is balbeheersing? Dit is balbeheersing, hè? Als ik dit doe dan. Kijken of dat kan. Want dit. Deze wil ik eigenlijk omhoog. 76. Ah! Te veel van het goede. Oké, wacht. En nu? Nog steeds een 76. En als ik dit dan wel weer weghaal, wat dan? Wacht even, dribbelen, deze weghalen dan. 75, oké, dat kan het wel. Oké. Dan gaan we terug naar schieten. Ga ik deze terugzetten? Zou dat kunnen, deze twee? Zou dat kunnen? Kan dat? Ja, 75. Lange paas is eigenlijk best wel zwakjes. Kan ik dat niet even? Dat is deze, of niet? Ja. Gaat het lukken, denk je? Even kijken. We moeten het zo laten. Ja, kan nog veel. Wow. Deze wil ik eigenlijk, man. Oh, deze zou zo... Wacht even. Ik ga gewoon even kijken. Oh, 7. Hij springt meteen. Plus 2 algemeen. Dat zou een gruwelijke zijn, man. Deze heb ik ook niet nodig. Ah, wel vrije trappen, of niet? Wacht even. Ja, kan. We gaan het zo laten, jongens. We gaan naar de volgende wedstrijd. Maar, wacht. Ik wil wat veranderen. Ik ga in plaats van afstandsschutter... Kies ik voor, wacht even, deze. Voor actieve ballaanname, jongens. Juist. Hakkinen is een 75 algemeen. We gaan het debuut meemaken. Als het goed is wel. Nee, dit zijn geen clubs voor Hakkinen, jongens. Afwijzen. Ik ga denk ik misschien een poll opstellen. En dan ga ik jullie vragen van, moeten we worden uitgelet? Ik denk het eerlijk gezegd niet meer. Dit zijn geen clubs voor Hakkinen, my guys. We gaan naar de wedstrijd. Oeh, FC Utrecht. FC Utrecht, jongens. Uitstellen? Ja, ik... Ja, oké, luister. Ik denk het eerlijk gezegd niet. We gaan ons voorbereiden, jongens. De wedstrijd tegen Frankfurt. De Bundesliga gaat officieel
beginnen. En we spelen in de basis. Nou kijk, dat is wel iets. Dat is eigenlijk niet echt. Maar ja, aan de andere kant Meunier. Ryerson. Ook onder de 80 algemeen, weet je. Dat zouden we wel weer kunnen. Kolo Muani, daar is de spits. En plus, ze hebben Summer veel gekocht. Ze hebben Gutsen, natuurlijk Borussia Dortmund legende. Ze hebben Declan Rice, Hauge, ze hebben Becker. Hey, Mina. Ze hebben een elftal, man. Donjamale in de spits bij Borussia Dortmund. Dit is de wedstrijd, de eerste wedstrijd van de Bundesliga. Ja, ja. Ja, ja. We zijn er. Signal Iduna Park. Een van de mooiste stadions van de wereld. Sowieso. En hier hebben we natuurlijk het debuut van Hakkinen. Het debuut van Hakkinen. En we moeten hem ook een doelstelling gaan geven voor zijn rugnummer. Hè? Want uiteindelijk willen we gaan voor rugnummer 7 of rugnummer 10. Maar dan moeten we echt wel een stevige doelstelling hebben. Snap je wat ik bedoel? Dit zijn mooie beelden. Dit zijn mooie beelden, jongens. En we gaan beginnen. Dit moet ik gewoon eventjes laten zien. Hoor op de achtergrond. Hoor de fans, jongens. Hoor de fans. Daar hebben we Mina. Gutsen. Declan Rice. Summerfield. Bizar. Dat is Becker waarschijnlijk. Ze hebben wel een elftalletje hoor. Meteen in de basis. Ja, naast zijn goede natuurlijk. Is wel realistisch toch? Want hij heeft wel echt een goed vriendschappelijk toernooitje gedraaid. Is wel realistisch, jongens. Als je er goed over nadenkt, hè. Ja, dat hebben we wel goed gedaan, man. Dit is geen goed begin. Dit was ook zo in het vriendschappelijk toernooitje. Dit is niet goed van Borussia Dortmund. We hebben gewoon geen verdediging of zo, man. En daar staan we achter. We stonden bijna achter, jongens. Becker. Bloedje snel. Even kijken, kunnen we hem even aanpakken? Ja, zeker. En dan moet jij doen, Ryerson. Of je geeft hem nu op Hakkinen. Oké. Okay. En we hebben de bal, we hebben de bal. Rustig aan. Voorzetje. Aanname van Donjamale. En dan verliest hij de... Bizar, Donjel. Becker, Summerfield, Donjamale. Heel veel Nederlanders. Onderschepping was wel nodig, hè? En Dika. Basis, man. Mina is langzaam. Dat is het! Ah, kom! Even, bro. LOL! Weer de paas, dit keer Mina met de redding. En weer goed verdedigd. Ja, dit keer twee mannen, hè. Becker. Becker, hè. Gewoon een aanvaller die gewoon mee verdedigt. Kolo Muani. Daar is Becker. Becker heeft aan de rij. Hey. Oh, dus jullie kunnen dat wel. En als ik dat net achter met 1-0. En Hakkinen had net een kans op de assist. Maar dat ging dus niet door. En ja, we staan achter. Tegen Frankfurt. Maar ze hebben een elftalletje. Maar wij ook. Snappen niks van. Uskan, wat is dit nou? Maak gewoon een keuze. Dit meen je niet. Dit meen je gewoon echt niet. We spelen echt slecht. Maar dat zei ik al in de tweede wedstrijd volgens mij. Vriendschappelijk toernooitje. Dat heb je heel snel door hoor. Als iets. Als... Kijk, dit. Niemand. Kom op jongens. Kom op. Een dikke. Waarom dat dan? Waarom zo moeilijk? Deze korte bericht voor het spiel moest leider onderbroken worden. Weer hakken, maar ja. Hey. Wat een voorzet van Hakkinen! Jongen, hij doet het gewoon weer. 4 wedstrijden op rij, betrokken bij het doelpunt. Wat is er aan de hand met Hakkinen? Wat
is er aan de hand met Hakkinen? Hij hoeft nog bij 3 doelpunten betrokken te zijn. En dan kunnen we hem upgraden naar een 76 algemeen. Wat een doelpunt. En wat een pass van Hakkinen, my guys. Bizar. Bizar wat Hakkinen doet. Je zou dus denken, ja, maar ja, dat is het vriendschappelijk toernooitje, weet je. Dat neem je niet serieus. Hij doet het ook in de eerste wedstrijd van de Bundesliga, jongens. Gewoon rustig aan, volwassen voetballen. Hey! Rood. Oh, hij krijgt rood! Bekker de Nederlander met rood. Smeerpijp. Kijk! Jongen. Gewoon verdiend, Gutsen, niet klagen. Wat kunnen we hier doen trouwens? Ja! Doelpuntje! 2-1! Nee! We spelen met één man meer. Kom op jongens, we spelen met één man meer! Wat een redding van Kobel! Heerlijke redding van Kobel, maar ja, weer slecht verdedigd hè. Dat gaat een issue worden jongens. Ah, dit meen je niet. Het wordt gewoon een doelpunt. Dit gaan we niet volhouden. Zelf met een man meer. Jongens. Hey, doe het niet weer. Net als de eerste. Hey, Hakkinen! Hakkinen is gearriveerd in de Bundesliga. Dit is niet normaal wat hij doet. Hij is geen afmaker en ik ben zo blij dat we dat niet hebben geupgraded. Dit is gewoon pure talent wat hij dus nu doet. Pure kruising, wat dacht je daarvan? Wat een debuut van Hakkinen bij Borussia Dortmund. Wat? Bro, wat is er gebeurd dan? Geef hem een malen. Donja Malen gaan maar. Ja! Donja Malen, de Nederlanders komt ook even, jongen. En we maken ze af. 1 man meer voor Borussia Dortmund. En het is te zien, meteen. We doen het wel, hè. We doen het wel. Oh, heerlijk, man. Heerlijke start voor Borussia Dortmund. Voor Hakkinen, voor de Nederlander Donja Malen hier met een afstandsschotje. Die mag er wel wezen. Ja, dit is wel echt lekker, man. Dit is echt lekker. Weet je wat het is ook, hè? Omdat we natuurlijk een seizoen lang hebben gespeeld bij Serai. En daar hebben we zo vaak pijn geleden. Ik zei het ook, toch? En dat we dus nu kunnen winnen. Ja. Zo. Lekker verdedig. Ja. Ja, je had hem moeten geven voor mij, maar maakt niet uit. En nu? Hij kan koppen! Hij doet het weer! Kimi Hakkinen met zijn tweede! Gaat hij voor zijn eerste hat-trick gaan in zijn eerste wedstrijd voor Borussia Dortmund in de Bundesliga? Kijk, hij vraagt hier om de bal. Kom voor zijn man. Dit. Oh, dit voelt zo lekker, man. Bro. Het jaartje bij Serai, hè, was zoveel pijn. Het is... Ik heb gewoon geen woorden voor dit, man. Dit is prachtig. Dit debuut, daar konden we alleen van dromen, jongens. Hij kan een hat-trick maken. Hakkinen kan gaan voor zijn eerste hat-trick uit zijn carrière. In zijn eerste wedstrijd voor Borussia Dortmund in de Bundesliga. Lekker gedaan, hoor, van Hakkinen. De pas. Donja Malen. Geblokt. Lindström. En ze zijn er bijna. Donjo. Ja, Brandt gaat natuurlijk alleen. Dat gaat hij zelf doen. Ja, lekkere wedstrijd, jongens. En laat de muziek maar weer komen. 5-1 pakslag. My guys. Wat de...
Dan zijn we de bal kwijt. Nee. Mooie actie. Oh, wat een actie. Tussendoor. En de corner. Mogen wij hem nemen? Dat is de vraag, want we hebben hem geupgraded, hè? Ja, ja. Oké. Haller. Wacht even. Ik kom in 16. Dat is... Nee. Mooie actie. Mooie actie. En de voorzet. Ah, jammer. Jammer. Ja hoor. Daar! Ah, kom op. Hand binnen. Emre Can scoort weer. Wel een lelijk doelpunt, dus die gaan we niet nog een keer bekijken. Maar geen hat-trick voor Hakkinen. Denk het niet. We hebben de wedstrijd gewonnen met 6-1, jongens. 6-1. Wat een debuut van Kimi Hakkinen bij Borussia Dortmund. Bizar. Een 9.6. Nog nooit zo'n hoog cijfer. Broskies, er is verder niks wat ik kan zeggen. Want dit had ik zelf niet eens verwacht. We gaan even snel kijken. Sorry, ik stotter. Ik wil naar de... Nee, niet dit. Even kijken. Borussia Dortmund. Even kijken. 2 doelpunten, 1 assist. Ja, oké. We hebben dus nog 1 doelpunt of 1 assist nodig. En dan mogen wij Hakkinen upgraden, hè? Ja. Bizar hoe snel het gaat ineens. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. I'm Outski. Baby, I like tomorrow. But I'll be reaching still.